En dit is nou die typische rups. Dat groene zeil dat over de hoofden scheert en waardoor je op hoge snelheid in het donker komt te zitten. Het is een attractie uit vroegere tijden, maar blijft een publieksmagneet. Het is een combinatie van jong en oud. Je hebt opa's en oma's hier met kleinkinderen komen. En ja, eigenlijk, je weet wel hoe het gaat. Opa en oma heb je zelf vroeger ingezet. Je hebt misschien elkaar wel ontmoet in de rups vroeger. En ja, en die willen dan ook de kleinkinderen laten proeven van deze nostalgie. Dat ik het spanengend en leuk vond en een beetje onder dat zeil een beetje zoenen. Er is in al die jaren dus niet echt veel veranderd, behalve de naam, want die hebben ze wat moderner gemaakt. De rups heet nu dus Amazon. Nee, het is niet spectaculair, maar het is in de loop der jaren is het nu een familieattractie geworden. En ja, goed, hij doet het nog steeds goed. Hij loopt goed, nog steeds goed mee met de grote moderne attracties als het ware. We zijn zeker kermis aan het vieren. Het blijft nog steeds gezellig hoor. Maar wacht even, jongens, moet u nog sneller? Oké, goed zo. Hou je vast. Go, 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 go. Hoho. De rups doet nu al meer dan 40 jaar dienst. De kinderen van toen zijn de opa's en oma's van nu. Ik vond het geweldig. Ja, echt, echt heel erg super. Het was gewoon nog net zoals toen. Het ging wel heel veel harder volgens mij dan vroeger, denk ik. Jij vond het leuk, hè? Jij vond het supermooi. Jullie waren weer geweldig deze ronde. Het was weer gezellig. Doei doei. Bye bye. See you next time. Tot de volgende keer.